Hoe zorg je ervoor dat een van de allergrootste achtbanen ter wereld altijd veilig stopt? Dat gaan we vandaag uitzoeken hier in Zweden, in Göteborg. We zijn te gast in Liseberg. Ja, we hebben een afspraak met Pontus. Hij heeft iets te vieren. Pontus, congratulations! Thanks, Danny. So, how many years do you have Liseberg here? We opened up in 1923. Now it's 2023, so 100 years. Wow, that's quite an anniversary. Well, we are here in Liseberg to find out how roller coasters break. Yes. So, you have some experience in those 100 years. Oh, of course. Our first coaster that existed from 1923 to 1987 had a man that using the brake manually. So he was actually standing on the train. During the ride? Yes, and they actually exist a similar ride in Denmark. That sounds like a dream job to me. For me as well. So, of course, that's not possible at this moment. So, how do roller coasters brake nowadays here in this park? Now, these days, they use mechanical brakes and magnetic brakes. So, for example, Helix using magnetic brakes. Ik denk dat we gewoon eens even naar Helix moeten kijken, bovenop die bergen. Wow, Pontus, look at this. Helix is draped against this magnificent Liseberg. Yeah. It's a part of the mountain, actually. Yeah. It's such a magnificent ride. What does it take to build a ride like this? It's quite complicated, so it takes about 2 years. We began in 2012, so the coaster opened in 2014. This ride is so unique. You start at the top of the station, then you drop down two lounges. So where's the fastest speed in this ride? Fastest speed is down there after the last hump. So almost at the end of the ride? Almost at the end of the ride, yeah. Most coasters have the maximum speed in the beginning. We have the maximum speed almost in the end of it. So is there a chance that I can take a little peek backstage? Yeah, we can fix that. Tomorrow morning, I have my staff ready for you. And here's the key to the coaster. Good luck. That's cool. Morgen mogen we dus kijken hoe Helix nu remt. Ja, Helix heeft 3 treinen. Ze moeten natuurlijk ook gecontroleerd worden voordat we vandaag de achtbaan aan kunnen zetten. Mike is daarachter al bezig. Ik ben benieuwd wat hij nou aan het doen is. Hij is de stroom op aan het zetten. Hi Mike! Hallo, hallo. How are you doing? I'm doing fine. You wake up very early every morning to check, well, Helix of course. Yep. So what are you doing right now? Right now I'm going to go a daily test. Mm-hmm. And we connect the trains and so we can run the restraints up and down. Om de beugels goed te testen van Helix moeten we ze natuurlijk even op de computer aansluiten. Dat gaan we ook doen hier in de garage. Bij elk karretje zit deze stekker. En zo kunnen we de beugels nu handmatig openen. We gaan de beugels controleren van Helix. En Helix maakt gebruik van hydraulische vergrendeling. Laat ik je zo zien. Maar eerst gaan we eens even kijken of de gordel er goed op zit. Of de beugel goed genoeg open gaat. Of de bouten er allemaal in zitten en geen beschadigingen zijn. En we kunnen nu eindelijk weten wat er achter dit kastje zit, want ik mag hem open doen. Hier zitten namelijk de hydraulische cilinders. De hydraulische cilinders moeten natuurlijk getest worden of er geen lekkages op zitten. We zijn nu hier een speciaal rood blok aan het installeren. We gaan de beugel dicht doen. En daarmee komt eigenlijk de hydraulische cilinder op een spanning te staan. Want hier zit een enorme veer in. Door middel van dit knopje in te drukken, staat hij nu onder spanning. We laten dit 10 minuten staan. En als er geen verandering in de sensor hier zit, dan weten we dat hij perfect is. En dit doen we elke week aan beide kanten van de trein.
So, Mike, we have waited 10 minutes. Yep. So, can you see anything weird here? Or? No, now we double check this one. This one lies perfectly on fine. The surface here. Yeah. No problem. So, now we have to check the wheels. Yeah, now the wheels and boogies. And where can we access the wheels? Downstairs. Okay, I will follow you. Yeah, follow me. Ah, we are underneath the trains right now. Yeah. So we have to check the wheels. Check the wheels and watch your head. I will. Wat natuurlijk interessant is, is dat deze hele wielset als het ware loshangt, ja, hier in de garage. Nou, hoe doen ze dat nou? Nou ja, je ziet, de rails is hier niet. We gaan dadelijk de treinen op de baan zetten en dan ga je zien hoe de rails hier tussen komt. Best wel interessant om te zien. Maar doordat de wielen nu helemaal vrij hangen, kan Mike alles heel goed controleren. Het hangt helemaal vrij. Dat is nog een voordeel, doordat er nu geen rails op de wielen hangt, blijven de wielen ook mooi rond, want je krijgt geen vierkante wielen. Wat we direct met deze test ook hebben gedaan, is goed kijken of de magneten en de remvin precies op de juiste plek hangt onder de trein. En dan hoor ik je denken, magneten, ja, daar hangen hier ongelooflijk sterke magneten. Ik vraag me wel eens af, wat is nou eigenlijk echt een magneet? Waarvoor hangt dat hier? Waarvoor is dat zo ongelooflijk belangrijk op een moderne achtbaan? Jernan weet daar vast meer over te vertellen. Jernan, blij dat je er bent, want we hebben het in deze aflevering over magneten. Maar misschien maar mijn eerste vraag, waarom zitten er überhaupt magneten onder een achtbaan? Nou, de trein van Helix wordt geremd met behulp van magneetremmen. Mm-hmm. Die zie je hier onder de trein zitten. Het zijn twee paar van magneten, die zitten eigenlijk over de hele lengte van de trein. Maar hoe werkt nou een magneet? Ik weet dat er iets is met Noord- en Zuidpolen. Ja, je ziet inderdaad een rode kant en een blauwe kant, dat is Noord en Zuid. En het magnetisch veld loopt daartussen, van Noord naar Zuid. En dat kunnen we heel mooi visualiseren aan de hand van een app. Oh. We kunnen de telefoon er langs houden en je kunt dan aan de hand van het pijltje kun je zien dat dat magnetisch veld voortdurend wisselt. Het is heel onrustig, lijkt het wel. Ja, en dat is essentieel voor de werking van zo'n magneet. Ja, dan, we staan op de final brake run van Helix. De trein komt met die spectaculaire laatste versie met een enorme snelheid hier tot stilstand. Wat zien wij hier allemaal? Ja, we zien een aantal dingen hier heel mooi op een rijtje. Mm-hmm. We hebben hier de mechanische remmen. Ja. Die zetten uiteindelijk de trein helemaal stil. Ja. Maar dat is alleen maar op het eind. En de grote actie van het remmen, dat gebeurt eigenlijk door deze koperen remvinnen. En die gaan heel mooi tussen die magneten door die onder de trein zijn gemonteerd. Nou ken ik jou al een tijdje. Als jij zo specifiek het woord koper zegt, dan is daar nog wat mee aan de hand. Ja, koper is eigenlijk een fantastisch materiaal om mee te remmen. Mm-hmm. Dat komt omdat koper niet magnetisch is. Dus het wordt niet aangetrokken door die magneten onderaan de trein. Dus dat blijft heel mooi in het midden zitten en dat gaat niet van links naar rechts. En het geleidt heel goed elektriciteit. En dat is ook belangrijk voor de werking van de magneetremmen. Oké, ik begin het een beetje te snappen, maar nog niet helemaal, sorry. Ja, weet je Danny, ik moet je eerlijk bekennen, ik weet er ook niet zoveel meer van. Ik ben maar een simpele werktuigbouwer en elektromagnetisme, daar hebben we echt een andere expert voor nodig. Gelukkig heb ik een afspraak met professor Anne-Marie Pendril. Zij is een professor, inmiddels gepensioneerd natuurkunde. Ja, die weet er alles van en ik ga eigenlijk gewoon aan haar vragen hoe dit nou allemaal werkt. Hi Anne-Marie. Hi Jonan. So you are here to help me explain magnetism a bit. Let me then ask you a question, because if copper is not magnetic, how is it possible that it does slow down the train? Yes. So I have two pieces of metal and a copper tube with All a right. slit, so you can see what happens. And then I drop the non-magnet. It just falls. Nothing unexpected. No, that seems normal. But now I will drop the magnet. And it falls down very slowly. Yes. But how is that possible? Something must be slowing down this magnet. Yes. And when it moves in this copper tube, it induces electric current. They're called eddy currents. And eddy currents oppose the motion that creates them. So they try to prevent the magnet from dropping and changing the magnetic field there. And for this, it is really important that the copper is a very good conductor. Yes, absolutely. So what would happen if we use a plastic tube instead of a copper tube? Nothing. I mean, it would just drop. It would just drop.
Okay, so let me now try to make a comparison with Helix. The fins are out of copper. Yes. The train enters the brake fin. Yes. There will be current in the brake fins. Yes. And with it comes a magnetic field opposing the direction of motion of the train, slowing it down. Yes, and the faster the train, the stronger the electric currents and the stronger the magnetic field stopping it, which is really what you need. Fantastic. So here I have a little model of the magnetic brake in Helix. Like underneath the train. Yes. It has several magnets with opposite polarity, I guess. And then this would be the brake fin that All right. goes in there. But I will show it upside down because it's easier. Okay. So it comes in here and I can really feel that it tries to brake. Okay. But it doesn't really show up very much. Could you make it show up a bit more, you think? So I'm mainly curious to what happens when I try to move it faster. Yes, and then now we see the entire thing moves. So probably there's a large magnetic force when I try to move it fast. So what does that mean for Helix? Well, it means that the faster the train comes in, the stronger the current and the stronger the braking force. It means it's a really safe brake. It will work every time, even without power. All right, thank you very much. De treinen zijn inmiddels allemaal gecontroleerd. Ze kunnen de baan op. De treinen rijden nu nog op deze safety rails. Maar ze moeten natuurlijk op de baan rijden. Dus ik ga hier snel weg en we zetten de baan aan. Well, Mike, the trains are gone. They're on the track right now. On the track now. So is Helix a difficult ride to maintain? No, it's not difficult to maintain, but it's very fun and it's very good built and the track is very good. So I think it's pretty. Yeah, and actually this huge storage is actually made for, well, maintaining those magnificent trains. Every year we put the train down in molecules. So it's very good to have this big maintenance hall. Thank you so much for showing all the details today. Wij gaan de treinen lekker laten rijden vandaag, zodat de remmen goed warm kunnen worden. Aan het einde van de dag gaan we kijken hoe warm die remmen exact zijn. Het einde van de avond. De nacht valt over Göteborg hier in Liseberg. En we zijn weer terug op het remstation. Ja, we gaan deze zo uitrangeren, de laatste van de drie. Nog heel even over dat remmen. Kun je nog één keer even goed uitleggen hoe werkt dat nu precies? Ja, ik denk dat ik het inmiddels begrijp. De trein komt binnenrijden in het remstation. De magneten bewegen over dat koper. Op dat moment ontstaat er in die koperen remfin een elektrisch veld. En dat wekt op zijn beurt weer een magnetisch veld op. Mm-hmm. En dat magnetisch veld om het koper heen werkt het magnetische veld onder de treinen tegen. Mm-hmm. En daardoor remt het ding af. Ja, en wat je dus ook heel duidelijk zei, is hoe harder je eigenlijk die remsectie inkomt, hoe harder ook die remkracht is. Precies, en daarom remt het zo soepel. Dus aan het begin is de snelheid hoog, magnetisch veld is hoog, de trein remt af. De snelheid wordt iets lager, het magnetisch veld wordt lager, de trein remt langzamer af. Dus zo gaat hij heel mooi geleidelijk naar stilstand. Sorry, ik heb dan toch nog een vraag. Want in onze Conda-video zei je heel duidelijk, energie moet altijd ergens heen gaan. Wat gebeurt er met die energie die in die remmen komt? Ja, nou de trein komt binnen met hoge snelheid. Er zit heel veel kinetische energie in de trein. Mm-hmm. Het elektrische veld in de koperen finnen ondervindt weerstand. Koper is weliswaar heel goed geleidend, maar de elektriciteit in die fin, in het materiaal, ondervindt toch weerstand. En daar wordt alles uiteindelijk omgezet naar
warm. Oh, wacht, dat voel je ook wel eens. En soms als je in een rij staat, zie je zo die hitte boven die vinnen voorbij komen. Ja, precies. Nou, die remvinnen worden ook echt ontzettend heet. Mm-hmm. Hoe heet? Nou, dat zouden we even kunnen meten. Mm-hmm. We hebben een infraroodcamera meegenomen. En als je die op de remvin richt, dan zie je echt dat het erg warm wordt. Net voordat de trein binnen komt rijden, was dat vandaag bij het laatste ritje ongeveer 80 graden. Zo, wauw. Ja, het is natuurlijk de hele dag een beetje wezen opwarmen. En op het moment dat die trein er net voorbij is, schiet dat omhoog naar over de 100 graden. Over de 100 graden, maar dat blijft eigenlijk nog best wel lang warm dus. Ja, precies. Het wordt in een hele korte tijd opgewarmd. En dan duurt het echt best wel lang voordat het weer afkoelt naar uiteindelijk de omgevingstemperatuur. Het is eigenlijk best wel interessant om te zien dat je dus niet magnetisch materiaal magnetisch kunt krijgen. En dat het daardoor dus altijd mogelijk is om zonder stroom veilig te kunnen remmen. En vanuit deze plaats wil ik dan ook bedanken Liseberg, Anne-Marie Penderel, Jurnan van de Universiteit Twente. En vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken, te subscriben. En ik zeg tot de volgende video. Hoi hoi! Wil jij nou meer weten over het wetenschappelijk onderwerp van deze aflevering? Jurnan geeft extra college in Pinkbox Science, het college. Klik hier voor de video.